Yo, what up? Tof dat je weer kijkt naar de livestream. Zoals je ziet zit ik hier met Jeeves. We gaan een live Q&A doen. Dat betekent dat jij hier beneden in de comments al jouw vragen mag stellen die je hebt voor Jeeves. Ik stel ze dan aan Jeeves en krijg ze hier op mijn magic phone. First things first, hoe gaat het? Ja, goed. Ja, nog een week voor de battle. Hoe voel je je nu? Ben je er helemaal klaar voor? Ben je nog... Nee. Zit je nog midden in de voorbereiding, zeg maar? Nou ja, ik zit 30% met schrijven. Maar... dus dan moet je... Laat je daardoor niet van de baan weer kijken. Het ding is... als ik een maand van tevoren klaar ben, wordt die battle whack. Ik werk goed onder druk en die laatste week komt mijn hardste shit gewoon ineens in mijn hoofd. Okay. Dus je doet het echt expres gewoon? Ik laat gewoon... Ik denk altijd van ja, ik stel gewoon uit de laatste week en ineens... Oh, dan schrijf ik heel snel. Oké. Nou is Jeeves, ik denk ik binnen Punch-Up Battles, een van de MC's met de meeste battles op zijn naam. Een van de. Ja, misschien wel de, denk ik. By far. Is het dan voor jou nog wel mogelijk om creatieve nieuwe invalshoeken en lines te bedenken? Ja, zeker. Ja, maar ligt het dan aan je tegenstander of is het gewoon everybody season? Nee, ik denk dat mijn manier van denken... Een beetje een fucked up manier van denken, dat sowieso een soort onuitputtelijke bron is. Kijk, welke opponent kan ik een ding vinden, een angle. Dan ga ik super deep reachen, maar maak ik het toch weer een soort van toegankelijk voor iedereen, die angle. Kan ik het zo neerleggen en uitbeelden dat het toch weer toegankelijk is. Zolang er voorwerpen, kleuren, gewoon dingen op de wereld bestaan, kan ik er een angle van maken. Ja, dus, ja. Ik heb zelf namelijk het gevoel dat jij eigenlijk... voor alles wel open staat. Je bent volgens mij de enige binnen Punch-Out die echt een battle tegen een dame heeft gedaan, zeg maar. Een boy-girl battle. Nee, Chique toch? Tegen Max. Ja, Chique had inderdaad tegen Max een van de weinigen dan, zeg maar. Is dat dan heel anders dan bijvoorbeeld tegen een andere boy schrijven? Ja man, dat is sowieso op het podium een beetje de attitude die je neer gaat zetten, dat is anders. Tegen een boy. Je kan niet echt in de face gaan schreeuwen. Ja, kan wel, maar... Dat kan, maar dat was... Mijn stijl, dat was gewoon zwaar arrogant. En er gewoon echt boven staan. Gewoon denigrerend naar een vrouw toe. Gewoon niet serieus nemen. Gewoon kleineren. Ja, gewoon in de keuken thuis, zeg maar. Precies, gewoon zo van... Zeg je dat? Oké, ja. I don't give a fuck. Dat is wel anders, inderdaad. Ja, je hebt veel meer angles wat je kan gebruiken. Okay. Ik had nog een angle, ja, die heb ik niet gedaan omdat het te grof is. Ja, kijk, vrouwen zijn... Is er iets voor jou te grof? Ja, zeker. Kijk, het moet buiten de battle moet het gewoon weg zijn. Als jij een angle echt gaat meedragen buiten de battle omdat het aan je knaagt, vind ik het eigenlijk niet leuk. En ik weet dat vrouwen zijn vaak onzeker, dus ik had eigenlijk nog een ding dat ik Luigi wou aanpraten dat ze dik is. En dan had ik ook een ding met... Maar was je bang met zijn anorexia zo krijgen? Ja, zoiets. Volgens mij is het een trek of een dingetje dat heet iets met wijzen met de vinger. Dus ik had nog een bord van wijzen met de vinger, die kan je beter een keer in je keel steken. Ik had daar allemaal nog dingetjes over. Maar achteraf dacht ik, nee, dan ga ik het als een lief meisje. Dus kon ik nog eens een keer om tips vragen, dat soort dingen. Dan ga ik dat meisje niet naar huis sturen met een... Met traumatische ervaringen. Met een minderwaardigheidscomplex. Okay. Maar is dat wel iets waar je elke battle mee bezig bent? Dat je zeg maar aan het schrijven bent, maar dat je voor jezelf een soort van grens hebt van... Oké, dit punt wil ik niet overschrijden met wat ik schrijf? Jazeker, ja. Kijk. En wat is dat punt van jou? Het moet volledig leunen naar creativiteit en niet maar shock. Wat vind je dan bijvoorbeeld van een Steph Insano, waar die heel erg op de moeder van Insano gaat? Het heeft bijvoorbeeld Terry, zijn dode ouders. Terry vond ik niet dood, tegen Insano wel. Puur omdat het niet zo... Het heeft een extra laag. Het is niet van ik ga grof doen om jou erop te dissen. Hij had geen contact met zijn moeder, ondanks dat ze ziek is. Dus het was van Steph ook echt een soort van wake-up call. Van ga naar de toe voordat ze er niet meer is. Ja, maar dat zegt hij ook in die battle van boehoehoe. Ja, en... Squat die shit en ga naar je moeder toe ofzo. En eigenlijk... Ja, het was gewoon een soort van wake-up call om even met beide benen op de grond zetten. Dus er zat wel echt een heel plan van aanpak achter. Wat gewoon fucking doordacht was. Ja, ja, ja. Tegen ja. Terry was het meer shock naar mijn gevoel. Nou ja, ik weet wat de reden was. Terry zat me uit te dagen van, nou, bluf bij mij dan, zo grof te gaan. Kom dan, doe gewoon, ga gewoon. Maar dat had hij volgens mij van tevoren bedacht, dat hij... Ja, dus toen het is altijd een soort schaakspel, weet je, wie
outsmart wie? Twee stappen voor zijn, soort van. Ja. Okay, nou, het gaat eigenlijk natuurlijk om al de vragen die jullie stellen. Die kunnen jullie nu in de comments hier beneden stellen. Ik heb al een paar binnengekregen. Oh. Bijvoorbeeld Mick Adams, die zegt: ooit boos geworden door wat iemand zei in een battle tegen jou? Nee. Niet echt eigenlijk. Nee, dus nooit, jouw grens is nooit overschreden, zeg maar. Ze zijn wel ver gegaan natuurlijk over je ziekte. Over... Ja, maar het punt is dat mensen die het niet doen, zien jou als patiënt of als zwakker, die gaan rekening ermee houden. Ja. Mensen die hebben van, ja, we maken geen onderscheid, geen rekening mee, die jou gewoon behandelen als iedereen en gewoon er al in opgaat van. Ja, dat vind je toffer zelf. Vind het toffer, die houden geen rekening mee, die behandelen je gewoon als iedereen. En bijvoorbeeld een Snicky Taser hebben het zelfs gevraagd van tevoren. Oké. Okay. En deze had eerst een hele andere ronde en die heeft toen toch dicht gedaan omdat ik ja zei vlak voor de battle diezelfde dag. Waarschijnlijk chokte die ook daarom. Hmm. Hey, you heard it first over here. Dus okay. Daar heb ik dan ja, eigenlijk heel veel respect voor. En mensen die dan voor mij gaan bepalen van, ah, oh, dat kan niet wat deze zei van Jeeves. Dan denk ik van, jij zet mij neer als een soort zwak dat ik niet voor mezelf kan opkomen. Dat vind ik wel slecht. Je hebt sowieso je mannetje gestaan toch? Dus, Precies. Dat. Navin die zegt, hoi Jeffrey, wat vind je van het feit dat Popjorn zo arrogant doet, maar geen degelijk performance kan droppen? Vind je, en ten eerste laten we daar beginnen, vind je dat Popjorn degelijke performances neerzet? Ja, ik vind het moeilijk. Popjorn heeft van die ronde heupen, die dikke heupen zo, die leiden altijd af. Dus... What the fuck? What the fuck? Okay. Van die vrouwenheupjes, van die... Ik heb toevallig laatst met Nick Vedder over dat Popjorn heeft een beetje bouwen zo'n lilliput. Die maken dat van die petrolletjes, van die zwembandjes. Maar laten we het dan zeg maar wat algemener trekken. Wat vind je van het feit dat, want er zijn natuurlijk heel veel MC's die nu al net binnenkomen en heel stoer zeggen van ik wil tegen Jeeves of ik wil tegen die of ik wil tegen Sterf. Maar dan denk je van nou, weet je hebt nog niet echt jezelf bewezen. Ja, maar ja... Je mag dat willen, toch? Ik bedoel... Je vindt niet erg dat mensen... Ik vind niet dat er een regel is van je bent nieuw, dus mag je het niet eisen. Ja. Je, dat is nooit vastgesteld, die regel. Ik ken Jorn ook buiten de battles. Jorn is gewoon een koppige gast recht door zee, maar wel gewoon een goede jongen. Ja. Ja, ik weet dat veel mensen moeite met hem hebben. Omdat hij gewoon, ja, recht door zee en soms ook gewoon een beetje vervelend kan zijn. Ja. Maar inderdaad, hij mag dat gewoon eisen. Kijk, het zegt niet zoveel. Het feit dat hij tegen een toptier wil bijvoorbeeld. Misschien heeft hij daar wel heel veel inspiratie voor. En is hij juist tegen die toptier. Misschien goed. Is dat nodig om hem juist... Ik heb dat ook wel in het oude seizoen gehad. Tegen een mindere gast, ik bedoel, ik verloor van een Geronimo. En ik won dan vlak daarna weer van een kaaskoes. Ja. Ik denk dat het helemaal niet maar heeft dat er heel erg mee te maken, zeg maar, tegen wie je moet? Hoe goed je dan zelf komt? Als MC? Bij mij nu niet meer, omdat ik mijn opponent zie. Ik ben mijn opponent. Ik wil mijn shit gewoon altijd blijven toppen. Mm-hmm. Maar voorheen had ik bijvoorbeeld het wel heel erg. Dat als ik een hele dope opponent had, dan was ik ook echt wel een stuk beter dan tegen een minder. Meer gemotiveerd zo, om het goed te doen. Dus misschien is het juist wel goed om zo iemand een keer tegen Jorn te zetten. Jorn tegen Stef of zo. Kijken wat het met Jorn gaat doen. Of het hem die extra boost geeft. Kijk naar Toon. Naar Toontje. Toontje Stef. Dat is inderdaad. Voorbeeld. Dat niemand verwacht. Nee. Oké. Okay. Dus... Om daarop door te gaan, zegt Navin, had je verwacht dat Don Tata zo gesloopt zou worden door Prelec? Die oude pretzel. Je hebt volgens mij voor iedereen ook een bijnaam. Ja, sowieso wel. Ja, maar dat was ook wel een soort van niet verwacht moment. Want Prelec was dan ook een soort van nieuw en net als Toontje hadden mensen eigenlijk niet zoveel verwachtingen ervan ofzo. Ja, Prelec heeft mij een ronde gedist, dus ik vond hem wack. Oké. Okay. Nee, volgens Prelec heb ik alles geschreven voor Don Tata. Is trouwens niet het geval. Ik vond niet dat hij zo gesloopt was. Okay. Eén ronde, duidelijk. Eén ronde won Prelec. Gewoon niet heel duidelijk, maar hij won hem wel. En die eerste ronde vond ik voor Don Tata. Oké. Okay. Dus ronde 2-1 overwinning. Ja, wel een duidelijke, maar niet echt gesloopt. Nee. Je hebt ooit verloren van Stef. Denk je dat je hem nu smokt? Heel moeilijk. Nog steeds. Ik zat erover te denken toen van ja, wat als ik hem in de finale zie. Op dat moment
hebben wij allebei best wel veel gegeven. Want tegen elkaar was een battle met hele lange rondes. Ja, ja, klopt. Ja, het is een momentopname. Wat kan ik opbrengen om nog meer te bedenken dat? We hebben al de rondes van 3-4 minuten toen gedaan. Wat ga ik nog kunnen schrijven? Wat gaat Stef tegen mij brengen? Wat voor persoonlijke shit weet hij nu weer van mij? Maar is het dan moeilijker om een soort van rematch te doen met iemand? Veel moeilijker dan als je voor het eerst tegen iemand bent? Of maakt het het juist een soort van makkelijker? Nou, bij sommige mensen die de eerste keer al echt moeite met schrijven. Ja. Kan ik je zeggen dat een rematch echt een probleem kan worden? Maar... ja, sommige zijn ook wel... Kijk, zoals Taser heb ik 3 keer gebatteld. In best wel... Nee... 2 keer. Of wel 3 keer, ik weet het niet eens meer. Volgens mij 2. Ja. Twee keer, hè? Ja, nou ja, dat, als ik in het toernooi tegen hem had gevoerd in plaats van Fiction, dan was het de derde keer. Ja, klopt. Dat klopt, ja. Maar als je bij de tweede keer niet zoiets van, ah, het is nu wat moeilijker ofzo. Nee, nee, bij Taser ben ik de tweede keer ook nog hem gegaan en toen... Ja, ik dacht bij de toernooi als ik weer tegen hem zou moeten, zou ik geen probleem hebben. Oké, dope. Kevin Heikamp. Relax, die zegt, denk je dat je je piek al bereikt hebt na ruim 30 battles? Of vind je dat je nog steeds groeit na al die tijd? Ik heb mijn piek zeker niet bereikt. Ik heb de tijd niet lekker in mijn vel gezeten ook. Ik denk dat wat ik tegen Crop Fiction heb laten zien, dat de eerste traptree van de volgende groei is. Ik denk dat ik zeker mijn piek nog niet bereikt heb. Oké, tof. De laatste battles laten zien dat ik nog steeds groei na zoveel battles. Dus. Oké. En een verlenging daarvan van Prelec, wat rijdt er op bonusstrookie? Oogbonkie. Shit. Mick Arends die vraagt, vind je dat je terecht gewonnen hebt van Fiction? Ja. Er is wel een discussie daarover geweest vandaag. Is het zeker? Kijk. Wij vonden eigenlijk Fiction dit, dat, bla bla bla. Doet dat niet zo? Het is moeilijk om objectief naar je eigen shit te kijken. Maar wat Nick Veen zei, de ervaring, weet je, ik pakte mijn rust beter, Fiction ging zo door de crowd heen. Ja, ja. Vooral ronde 1 had ik wat meer punches waar Fiction nog wat langer nodig had om te punchen. Daarbij had ik nog freestyle dingen, de manier hoe ik die choke had opgelost. En dat theatrale. Ik vind dat we allebei een beetje gelijkwaardig waren, maar dat ik net dat extra dingetje erbij had. Die extra sausje. Ja, precies. Ja, uit de patatje plain en je had de patatje mayo, zeg maar. Zoiets. Of hij mayo is speciaal. Adam Elde zegt, wat vond je van je match tegen Millman? Ja, het blijft een raar ding dat mensen me daar minder vonden, terwijl ik het een van mijn beste battles vond. Ja, en als ik die battle terugkijk, zie ik gewoon de hele battle crowd reaction en vervolgens krijg ik van Kaarskoes een 5. Maar ik heb het gevoel dat niet vanwege die, ik denk toch, whatever. Dat ik bij POB van Kaaskoes had gewonnen, dat ik ja, misschien toch is een payback hier. Ik denk het, ja. Okay. Er is ook iets wat heel veel mensen zeggen, is zeg maar op het moment dat iemand nieuw is, of dat iemand eerst kaka was en hij komt matig, dat het dan daardoor al gelijk lijkt alsof iemand een 9 scoort, bij wijze van spreken. Ja, maar mensen zien van ja... Dus bijvoorbeeld wat mensen tegen Toontje zeggen van ja, het is alleen maar omdat mensen zeggen van hij was daarvoor minder, dus daarom lijkt hij zo. Nou, het punt is wat X bijvoorbeeld in die judgment zei, Jeeves als veteraan zou een new boy moeten smoken als Mailman. Ik vind het juist tegenovergesteld, want wat staat er over Mailman online? Ik ben gewoon een of andere goudmijn aan informatie tegen iemand waar... Ik kan 40 battles checken van oké... Ja, precies. En ik ben ook iemand die ja, niet echt terughoudend is en ook af en toe wel eens gewoon mijn eigen info probleem online gewoon. Dus in principe had hij juist een gigantische voorsprong. Maar ik vond het een van mijn beste battles ook... Maar mijn derde ronde of mijn tweede ronde, waar ik ook die Afro Tross Bar en die hele opsomming over hoe dat hij die eigenlijk is. Ja, en, ja. Ik vond het echt wel een van de betere battles. Dus ja, ik heb niks negatiefs over eigenlijk. Oké. Adam die vraagt, denk je dat Giant of Mitch hem gaat pakken? Ja, die battle vind ik niet te voorspellen eigenlijk. Het ligt eraan wie... wie het meest in vorm is, denk ik, wie het meest op de andere heeft. Okay. Maar je denkt dat het either way kan gaan eigenlijk? Ja, en wat wel een dingetje is wat mensen vergeten. Die boys weten met 2 weekjes voor de battle pas dat zij doorgaan. Ja. Hoeveel weken meer? 3. Oh, 3 weken. Ja. Ik weet het bijna 2 maanden. Ja.
Ik denk dat daar ook best wel even bij stilgestaan mag worden. Dat die boys dat wel doen, ze zullen wel kortere rondes doen, maar dat is wel een petje af. Dat je een halve finale battle zoveel druk erop in zo kort moet voorbereiden en... En dan gewoon zeggen, ja, ik doe het. Precies, dus daar heb ik wel echt heel veel... Ja, dan heb je wel de extra druk die erbij komt, dat mensen zeggen van, ja, Mitch en Giant verdienen het niet om door te gaan. Je staat er alleen maar omdat, bla bla bla. Ja, maar ze zeggen ook van, ja... Wat ik heel veel lees is dat mensen niet zeggen van, ja, zij moesten niet doorgaan. Maar gewoon van de andere boys allemaal, degene met de hoogste cijfers. Dus ik zie mensen al zeggen een Fiction of Waldo, dat ze die nog moeten gunnen, Waldo ja. Fiction of zo. En die druk krijg je er ook nog op, dat mensen al dat een beetje hebben. Dus er ligt gewoon echt van drie kanten veel druk op die boys. Ja. Dus wie het gaat worden, wie kan er het best mee omgaan met die tegen de bewijzen. Okay. Wat vind jij dan zelf van het feit dus dat dan eigenlijk twee van favorieten... betere top 10, zeg maar, eruit staan. Heb je dan zoiets van, yes, nu ga ik pakken? Of heb je zoiets van, ja, ik wou me eigenlijk wel tegen Stef meten ofzo? Of tegen Nou, op zich, ja, vind ik het een beetje een moeilijke vraag. Waarom? Ik ben van mening dat ik het ook best wel aan die mensen hun verbeelding over kan laten. Als ik nu zulke harde battles neerzet, dat mensen zelf al gaan speculeren van, oh, als je tegen hun had moeten, had je het wel gewonnen. Dan denk ik dat je het alsnog wel gewoon op een fair manier gewoon kan pakken. Wat ik ervan vind dat ze eruit stappen, ja. Ik zeg je heel eerlijk dat ik daar, just in case, als ik naar de finale kwam, had ik daar op bars over. Ik weet natuurlijk al vanaf dat zij elkaar kennen, dat zij echt niet tegen elkaar willen battelen ook. Dat ook een dingetje is. Ik had eigenlijk verwacht dat een van de twee gewoon niet zou komen opdagen. En dan was dat mijn angle geweest in de finale. Om ze daarop helemaal onderuit te halen van... Pussies, altijd dit. Maar dat ze er allebei uit zouden stappen, dat had ik niet verwacht. En wat vind je dan van het... Wat je dan zegt van... Nou, weet je, niet tegen je matties willen. Is dat iets waar jij ook, zeg maar, mee... Bijvoorbeeld Frans, dat is een hele goede mattie van jou nu. Hij zit nu ook weer in de league, dus... Er is een kans dat je ooit een keer tegen hem zou moeten doen. Ja, maar je bent pas echt goede matties als je zonder die afspraak te hoeven maken weet wat je wel en niet kan doen, vind ik. Oké, dus je hoort eigenlijk te weten al... Ik heb Frans al een keer gebatteld. Ja. Bij grote concurrent. En wij hebben wel elkaar zwart gemaakt, maar we hebben... Je hebt geen personal contact, dat hoeft helemaal niet. Als je goed kan battlen. Het punt is, ik hou er ook niet zo van. Zelfs dat ik beef had met Insano in onze battle, hebben we gewoon de echte personals niet eens benoemd. Nee. En we hadden beef, dus we konden dat niet eens afspreken, want we konden niet met elkaar praten op dat moment, want dan werd het ruzie. Ja, hebben we dat niet gedaan, omdat het niet nodig is. Nice. Het is niet zozeer dat jij het als... Het is niet jouw ammo. Je creëert ammo voor alle mensen daarbuiten en alle mensen daarna. En dat ja, want heel veel mensen kijken zo'n battle om de battle daarna, zeg maar, weer vuur uit te halen. Precies, dus... Kai die vraagt, wat vind je nou echt van Frans? En dan niet als persoon of vriend, maar echt als battleman. Ja, dope. Frans is gewoon een typetje. Frans heeft ondanks alle haat... Weet je hoeveel mensen zouden denken van, oh, die mensen haten dat, ik ga erop letten. En hij denkt gewoon, nooit, fuck it. Weet je, al leest hij zo'n comment, ze maken hem helemaal kapot. En zijn reactie is echt mooi, dus altijd gewoon... En het boeit hem helemaal niks. Ja. En hij heeft gewoon scheid. Frans is gewoon echt zichzelf. Doet wat de fuck hij wil. En of mensen dat tof vinden of niet, hij doet dat gewoon. Ja. Maar ben je dan niet zo extra blij dat hij nu een soort van de league weer in is gestapt? Mensen noemden hem vaak de gatekeeper van Punch-Out, zeg maar. Zoiets van. Ja, voor hem zeker. Nee. Weet jij, ja, het mooie is, ik was bij zijn laatste battle vet gaan knikken en zo. En mijn doel was ook echt dat mensen echt gingen haten op mij. Gewoon. Ja, niet dat ze denken van... Je deed echt een Fransie daarachter. Zo, ja, en in die comments, mensen zaten ook... Ja, Jeeves, ik snap dat je Frans probeert na te doen. Maar kap ermee, je bent echt op ons vol. En mensen waren oprecht boos. Toen dacht ik van, ja man, dat is juist wat ik wil bereiken. Dat jullie gewoon echt irriteren aan mij. Gewoon. En dan zeggen ze, ja, maar dat is toch lullig voor Frans. Zet hij een dope bed om in, nee, ga je dat doen? Zeg ik, ja, dat werd ook wel eens tijd, de alle keren dat hij dat bij mij heeft gedaan. Ja, Jeeves, je leidt echt af van Franse performance. Ik, ja, alsof hij dat bij mij nooit doet. Ja, dat is het niet dat ik hem nak. Ja, wel eigenlijk, maar op een manier van, dat hij ook denkt van, oh ja, oké, ik heb het verdiend. Okay. Nog een goede vraag. Schrijf je voor Frans? Ik schrijf helemaal niks voor Frans. Het punt is zelfs zo dat,
nou ja, ik schrijf niet van hier op je bars. Ik ga vaak samen met Frans zitten, allebei schrijven. Weet je wel, hij daar met de telefoon of schriffie, ik hier. En dan af en toe denkt hij bij mij van, oh, je kan ook daar iets over zeggen. Of dan denk ik bij hem, oh, is het niet vet om dat te benoemen, om zoiets te doen. Dus gewoon wat backups, maar niet echt schrijven. Het is gewoon samen een beetje inspiratie opdoen. Ja. Dan de bar schrijven allebei vanzelf. Maar het is zelf zo dat Frans ook wel eens bij mij komt met een idee van, oh, je kan ook daar iets over zeggen. Dat is misschien wel leuk als, als angle. Mensen zijn heel benieuwd hoe jouw relatie met Frans tot stand is gekomen. Ze vragen letterlijk hoe jullie in een vaste relatie zijn. Joren, Navin of Nick? Kevin. Ja, ja. Pretzel scheelt ook. Pretzel. Oh, nou ja. Tinder. Allebei geslijpt. Ja, jij hebt Ginder. Kennen jullie elkaar van Punch-Out of kennen jullie elkaar daarvoor al? We zaten bij elkaar in de klas. Oké. En het grappige is, ik dacht eigenlijk eerlijk gezegd dat jullie een soort van Punch-Out vriendschap hadden. Nee. Zijn vader was mijn wiskundedocent. Wauw. En ineens kwamen we elkaar in de klas. En het grappige is, de opleiding was ook gehandicapbegeleider. Dus wat hij daar als klasgenoot deed, als begeleider, zei hij, ja, ja. Een beetje verdwaald, denk ik. En toen, het was eigenlijk heel ongemakkelijk begonnen. Het is wel een angle wat ik gegeven. Op een gegeven moment zegt hij van, ja, ken jij ook meneer Van Diepen? Die wiskundedocent op je middelbare school. Ik zo, ja man, die hebben we vet zitten fucken daar. Ik zeg, oh, dat is mijn vader. En zo was het echt heel ongemakkelijk. Begon die pizza. Wauw, oké. Okay. En toen in de pauzes gingen we gewoon vaak chillen. Er zat een Burger King daar. Ja, gewoon veel chillen en alles. Toen kwam het een beetje tot stand. En toen ben ik van die school gekikt. Omdat het te druk was. En ja, zo bleven we wel gewoon chillen. En toen op een dag was er een soort freestyle event in Alkmaar. En Excellent was daar. En Frans rapte niet eens. En Rafaelik stond daar. Ik zei, Frans, dat is Rafaelik, battle hem dan. Oké. Gewoon gaat zo goed. En die begon te freestylen. En toen was Frans door X uitgenodigd om een auditie te doen met Boomer Beats. Dus ja. Eigenlijk de manier hoe Frans bij POB's kwam zonder te rappen, dat is gewoon fucking briljant. Heel dope. Dat is echt briljant. Ja. En die battle was tegen Mulu of zo. Maar ik weet nog dat die was toen ook niet online gekomen, dat er heel veel kritiek daar was omdat hij te grof was. Frans was te grof. Oh, wow. Hij had echt iets van, ik hou je moeders titel likken, maar die bitch heeft borstkanker. Dat had Frans gewoon gedropt in die battle. Dat verwacht ik niet eens van Frans eigenlijk. Ofzo. Nee, en ook, we waren ook bij Zomerjam en dan willen jullie meedoen? En ik zeg, ja, is goed. En ze kijken naar Frans en ik denk van, nee, joh, die kan helemaal niet freestylen. Ja hoor, is goed. En toen was hij in de finale tegen Insano. Oh, wow. Dus die man heeft zoveel scheid en hij doet het maar gewoon. Ja. Omdat hij dan denkt van, ja, maar anders hebben ze een MC te weinig. Dat is ook lullig. Oh, nee. Dus gaat hij maar gewoon op een volgende podium staan om te freestylen. Terwijl hij het nooit gedaan heeft. Dus, okay. Dus daar heb ik zeker shout-out naar Frans. Ja. Navin vraagt, als je wint, heb je dan meer inspiratie voor Mitch of voor Giant? Oeh. Of voor allebei evenveel kan dat? Allebei evenveel. Weet je, ik. Maar heb je niet zoiets van, oké, als ik tegen die persoon moet, denk ik dat ik veel grappiger of veel meer van mezelf eruit kan halen? Nee, kijk, Mitch gun ik persoonlijk gewoon ook voor zijn CV een fucking dope battle. Voor de Mitch kan laten zien van, kijk, dit hebben wij daar in die finale gedaan. Ja. Dat ik met Mitch persoonlijk ook heel goed ben. Giant ken ik persoonlijk iets minder goed. Ik denk dat ik daar ook gewoon een hele toffe battles mee zou kunnen zetten. Ja. Dus als ik in de finale kom, wordt het sowieso fire. Okay. Rick Withoos die vraagt, wat zijn je 5 favo battle rappers in Nederland all time? Huse. Huse is echt een stip op 1. 2, Diggity Tony. Diggity Tony? Die man was zo ver vooruit op zijn tijd. Wow. Mensen dachten... Whatever, wow. Die heb ik volgens mij echt sinds het voorseizoen van... Nee, weet je wat grappig is? Mensen, hij tegen Darius. Hij zei, Darius ging Super Saiyan. Die man was zo ver voor op zijn tijd, dat als jij nu die battle gaat terugchecken, is hij qua bars gewoon op A-game, top tier level van nu. Oké. Hij had die shit ook... voor die bar, Dani had zo'n tik met zijn ogen in die eerste battle. Mm-hmm. Dat hij iets zag van, ja, ik zag op Hives dat je een tik had. Oh nee, ik zag het op YouTube. Ik weet niet, die dingen waren zo doordacht voor die tijd. Dat ik denk van, wow, jij had gewoon 5 jaar later moeten gaan battelen. Dus ik denk die Tony 2.
LD. Is dit ook de volgorde van beste naar beneden? Ja. Is het een Diggity Tony boven LD, zeg maar? Ja. Nice. Ja. Oké, okay, 3. En wie is 4 en 5 nog? Ik denk toch wel Stef. Twijfel, ik denk Rafaelik. Oké. Okay. Ja. Ik hoor bij jou eigenlijk niet de standaardnamen die je meestal hoort. Meestal hoor je bijvoorbeeld het Menace Day. Nee, ik ben daar een beetje sensitief. Kijk. Ja, de stijl waar ik van hou, gewoon die diepe bars, wordplay. Menace Day heeft persoonlijk, vind ik altijd, één hele mooie ronde waar hij een liedje gaat zingen of een dingetje gaat doen. Daarom vind ik hem zeker niet top 5. Hij heeft één ronde waar hij het een beetje allebei doet. Dat is meestal wel een ronde die ik 50% hard vind. En zijn laatste ronde zal het killen. Die ronde waar als zou hij die laatste ronde keer 3 doen, zou hij top 5 zijn. Maar hij heeft ook battles bijvoorbeeld tegen Sniggy, waar ik hem gewoon helemaal niet zo dood vind. Okay. Dus daarom zou ik Menace top 10 zeker. Vanwege die laatste ronde altijd. Maar ik zou Menace niet in de top 5 zetten, bij mij persoonlijk. Oké, okay, duidelijk. Dan komt er nog een vraag. Jeeves, je benoemt Insano heel vaak in je battles. Hoe komt dat? Beef? Uitdagen? Wat is er gaan? Nee, we zitten elkaar nu gewoon een beetje te kutten. Ja, het is gewoon vriendschappelijk. Okay, want als zeg maar leek, zou je kunnen denken van er is een grudge match onderweg of zo. Nee joh, nee. Bijvoorbeeld, jullie hadden laat van die battle tegen Fiction ook zo'n dingetje dat ik die bar van Insano had op Insta. Dan hoor je hem ook zeggen, oh, ik had hem al gehoord. Ik had hem al, ik zei, kijk. Maar check je altijd gewoon van tevoren van, hey, ik ga jou mentionen? Of, Ja, maar het is op een manier dat het leuk is. Mijn leven is zo zwart dat Insano hem als donor wil. Ja. Kijk, er is niemand ja, die is zo... Dat is wel een goede bar, laten we eerlijk kijk, zijn. Als je veel denkt, wordt je leven zwart. En ja, wie is daar de grootste activist van? Dat had ik zo vaak naar Simons kunnen zeggen. Maar hij had veel meer aangeslagen van wegen in Zeden, omdat hij daar zit, snap je? Ja. Maar nee, we zijn gewoon cool. En, ik vind het ook meestal, stuur ik ze naar hem, dan blijf ik gewoon een beetje zitten schrijven. En dan laat ik hem wel checken en om hem even te fucken. Ik kan ook dit droppen. En dan gaat hij helemaal stuk. Zeg, oh, hij werkt dus wel. Dan ga ik hem gebruiken. Nice. Even kijken. Rick Witthoos, die zegt, nou, je hebt natuurlijk veel battles gehad. De vraag is, wie zou je nog graag gebattled hebben? Die je iedereen. Nog niet hebt gebattled. Echt iedereen. Je bent echt down voor iedereen, hoor. Ik wil, ik ben nu heel erg op een shit van, ik wil gewoon 100 battles gehaald hebben. Ik wil in het buitenland gebattled hebben straks. Ik wil, wil je ook echt Engels gaan battelen en dat soort dingen? Of gewoon Nederlands in het buitenland? We hebben wel Engels. Ik heb al eentje op de planning staan. Misschien tegen Nick Veen, die wil ik wel graag hebben. Nee, ik ben wel van plan om, ik heb nu bij iBattle, is zeg maar iets kleiner dan die ik in Amerika, heb ik een match staan. Dope. Wat wel tegen Lex Luthor, sowieso een gast die ook wel bij URL, ik weet niet, die ook upcoming is, dus hij is nog niet super groot, maar het is zijn week. Ja. Daar ga ik een match doen. Kan je al meer vertellen over wanneer, hoe, wat? Februari. In februari. Eind februari. Okay. En ik zit eraan te denken om Nick Veen en Fiction mee te nemen. Fixen dat zij daar ook een battletje hebben. Zodat ze daar wat connecties kunnen gaan. Ze zijn daar nu aan het kijken maar voor opponents en sowieso of die boys dan ook kunnen enzovoorts. Oké. Okay. Dus ik wil echt wel dit echt ja, pionier in dingen verspillen. Okay. Dus voor wie ben ik daar ook iedereen. Kevin die vraagt, wat vind je van de cijfers die Adi heeft gegeven afgelopen event? Ja, ik heb er 9 gehad, dus you're all good in it. Ja, nee, ik check niet heel veel judgments. Bewust? Ja, ik vind wel. Ik vind het over het algemeen soms een beetje. Je mag alles zeggen, je mag. Dan krijg ik te horen bijvoorbeeld bij die 8e finales. Ja, ik vond jou en Mitch. Jij en Mitch hadden de performance van de dag. En dan vervolgens van al die dingen. Bijvoorbeeld een Vito die choked, zo krijg ik van bepaalde figuren hetzelfde cijfer als een Vito. Die of, choked en ja, en dan krijg ik zo'n beetje het laagste van alle 8e finalisten. Terwijl ze dan wel zegt, oh, ik heb een beetje ja, terwijl wij by far niet de hoogste hadden. Ik denk van ja, of nu ook bijvoorbeeld dat ik lager cijfer krijg. Dat, kijk, Zwollenaar was hard.
Maar hij heeft een hoger cijfer gehad dan ik ooit heb gehad, volgens mij. Yeah. En dan ook een Stef bijvoorbeeld krijgt, of dan denk ik van ja, Joey was hard. Maar om nou hoger dan Stef te krijgen, bijvoorbeeld. Precies, en dat heb ik wel vaak met de judgment. Ik denk van wat? Of dat ik dan, wat was dat? Taser die chokte, volgens mij tegen Dani nu. Die had ook weer een hoger cijfer dan een paar gasten die gewoon echt fucking hard waren. Dan denk ik van. Dat moet niet kloppen. Nee. Oké. Okay. Navin, is het echt waar dat Insano heeft lopen tongen met een Travo? Daar ben ik ook wel benieuwd naar. Ik heb geen idee. Weet je wat het is? Als ik dat had geweten, was ik daar dus blijkbaar bij geweest. Mm. En dan had ik iets. Was ik ook waar dat ook gebeurt, weet je? Nee, ik. Hij pleed the fifth. Nee, je hebt geen idee eigenlijk. Nee, ik weet wel wat over het verhaal waar het vandaan komt, wat wel heel erg is aangedikt. Ik kan wel een klein beetje vertellen, waarschijnlijk was het die keer bij Life on the Low, stond hij gewoon met een chick te praten. Werd door Surya verteld, wow, dat is Travo. Hmm. Waardoor ik tegen kapot ging van het lachen en later hebben we het wel aan Insano verteld, maar volgens mij is er ook helemaal niks. Niks gebeurd. Hij stond alleen met hem te praten zonder dat hij het door had en dat was gewoon heel grappig. Dus op zich is het gewoon iets wat iedereen. Maar in een battle wordt er wel vaker, zeg maar, onwaarheden als waarheden. Precies. Moet kunnen. Kijk, het is grappig als jij gewoon op dat moment met iemand aan het chillen bent, die staat met een chick te praten. Ik had het ook niet gezien. En ineens zegt iemand anders, ja. Maar ik weet niet eens of het voor mij was ook wel helemaal omgebouwd of zo. Maar als iemand naar je toe komt van, yo, dat is een gast geweest. En diegene staat daar, party, ja, die ziet hem met zijn best doen en moves doen. Ja. Oké. Okay. Mark Enderman, a.k.a. Don Tata, die vraagt, wie denk jij dat de volgende halve finale halen? Dus zeg maar, de volgende top 16. Wie zie jij daarin? Ik? Nee, maar van zeg maar, als we gaan kijken naar de nieuwe cats die dan dit seizoen eigenlijk erin zijn gerold. Dus bijvoorbeeld een Don Tata, Jensel, Crocker, Lynx heb je bijvoorbeeld ook. Ja, de kanshebbers zijn Lynx, Don Tata, Jensel en Dave. Dave. Ik denk dat de vier van de nieuwe, echte nieuwe lichting zijn. En als je nou één lichting dan terugkijkt, bijvoorbeeld de lichting waar dus ook Giant, Freelag en dat soort boys. Daar zitten ook wat jongens die in het begin nog niet echt hoge ogen scoorden, maar bijvoorbeeld een Freelag en een Tonichi die nu toch een soort van... Waarom noemt niemand Noosie, man? Noosie is de next best. Ik denk Noosie. Echt als Noosie verder groeit en zijn tekst wat beter onthoudt. Ik ben altijd trots als Noosie choked, weet je waarom? Noosie net nieuw. En dan krijg ik gewoon om 5 uur 's ochtends Snapchats dat hij met 2 chicks in een hotelkamer helemaal in de tering zit. En dan de dag erna choked hij. En dan sta ik ook echt zo van, maar man, prioriteiten. Weet je? Ja. Maar ik denk sowieso, ja inderdaad, Mitch, Giant, kijk, die hebben we al bewezen. Dus die zal het nu niet noemen. Ja. Nee, ik heb van het net over de mensen die nu weer groeien. Van de boys die, ja, Noosie is half finale. Nog een kijk, wat ik hoor heel veel mensen zeggen van, hey, als Noosie, bijvoorbeeld als Noosie niet had gechoked zijn vorige week, dan misschien wel had gewonnen van... Daarom, ik denk dat Noosie... Waldo was het toch, volgens mij? Ja, keus. Kevin. Keus bedoel ik, ja. Dat hij misschien had gewonnen van de eerste keus. Ja, ik ben je daar dan mee eens, zeg maar? Of hij gewonnen had, weet ik niet. Dat is moeilijk. Maar wel geërst, of zo. Ik denk, hij had wel in de buurt gekomen, hij had dat gekund. Ja. Maar ik denk daarom sowieso dat Moesje wel half finale kan halen de volgende keer. Maar nee, dat is afhankelijk van wat er gebeurt. Ik heb dan in een vorige Q&A hoorde ik van ja, misschien had Moesje gewoon een extra jaar moeten wachten in de time chamber en dan volgende top 16 pas meedoen. Als je erin zit je erin gewoon gaan. Ja, tuurlijk. Hij heeft gewoon wat laten zien. Hij heeft gechoked, ja, jammer dan. Oké. Okay. Nou, hij staat tegen keuze, man, kom op. Ja. Ik bedoel, Mitch, ik, we kunnen allebei wel beamen hoe het is om tegen keus te staan. Dat is gewoon... Fuck dat. Het is niet niks. In de voorbereiding, je zit te malen, je maakt jezelf gek. Wat gaat hij doen? Wat weet hij? Gewoon, dat is fuck dat. Maar ga je dan ook zelf, zeg maar, je social media en jezelf googlen om te kijken van wat zou hij kunnen hebben gevonden? Nee, kijk, weet je wat mijn wapen is? Ik ben zo open en bloot dat ik al mijn Engels gewoon zelf al online gooi. Maar jij bent iemand die de tegenstander belt, zo van dit zijn mijn bars. Alsjeblieft, doe er wat mee ofzo. Ja, maar kijk, weet je wat het is? Ik ga het ook zeker niet ontkrachten. Want dan ga je, nee, het is niet zo. Dan gaan mensen van, oeh, raak ik. Ja, dan lijkt het alsof het juist wel zo is ofzo. Ja, dat is het wel zo. Ja, had ik dat maar niet moeten doen, blijkbaar, ja.
zit op de blaren. Oké. Rick Withoost die vraagt, wat vind je ervan dat Waldo zijn telefoon erbij pakte? En vind je terecht dat hij was gedisqualificeerd? Ja, dat hij zijn telefoon niet bijpakte. Moeilijke vraag. Ik vind het voor de performance kut, hoe het er op beelden uitziet. Eigenlijk, ja, ik had die bars wel gewoon graag willen horen. Ja. Dat is prima eigenlijk. Ik bedoel... Mensen vergelijken het met de klapblok van... Ja, maar EZG deed bij Farnix. En dan was het wel op de radio, maar werd ook gefilmd. Ja. En ja, in principe, het gaat... Het is voorbereid. Kijk, als jij je telefoon erbij pakt bij een freestyle battle, vind ik het wat anders dan bij een written battle. Als het written is, vind ik dat je het ook wel zou mogen voorlezen. Ja. Maar vind je dan die klapblok van dingen ook minder erg dan normale mensen? Ik vond het niet heel erg. Juist omdat mensen roe gaan doen, maar als hij ze gewoon had gespit. Ik bedoel, bij een spoken word zie je mensen toch ook met een papiertje staan. Ja. Of bij een speech of bij een spreekbeurt. Dan hebben ze een hele PowerPoint voorbereid. Maar vind je het dan onterecht dat hij dan daardoor wordt gedisqualificeerd? Vind ik ook heel moeilijk dat... Als je je eigen mening zou moeten uiten. Ja, kijk, voor mijn mening wel, maar dat hoeft niet te zeggen dat iedereen die mening heeft. Ja. Het is moeilijk. Maar jij zegt van ja, geschreven, dan vind je dat iemand wel, zeg maar, gewoon zou moeten mogen lezen. Maar waar is dan die grens? Zou iemand dan gewoon, stel dat iemand tegen jou gewoon 3 rondes lang gewoon alles vanaf zijn telefoon doet, zou je dat dan niet erg vinden? Ik zou het niet erg vinden, alleen ik verwacht dan wel, als ik dat niet doe, dat zeg maar rekening mee gaat worden, meer punten. Dat zeg maar. Als er dan een keuze gemaakt moet worden, dat het natuurlijk zwaarder weegt. Ja, maar je snijdt jezelf in de vingers, want je kan niet performen. Je staat zo, gesloten. Het is net als je een gesprek met iemand hebt en diegene zit op zijn telefoon of helemaal in elkaar gezakt. Of diegene kijkt in de ogen met handgebaren. Ja. Wat impressed meer. Ik denk niet dat het een schande is, maar het komt wel minder over dan wanneer je gewoon open en gewoon performt. Ja, ja, ja. Je had het net bijvoorbeeld over EZG die dat ook deed. Dat was volgens mij tegen El Diep. En volgens mij had hij ook zijn telefoon. Ze hadden dat allebei, een soort van. Ja. Dus dan is het ook weer moeilijk om iemand te disqualificeren. Dan maakt het sowieso niet uit, precies. Maar als eentje het doet, dan zeg je gewoon van ja, het moet gewoon kunnen als het... Als hij het zelf kan. Ik heb liever dat dan dat iemand een ronde choke en dat je de hele ronde niet te horen krijgt. Oké, dus liever telefoon dan gewoon verloren bars. Dan moet je wel een mooie telefoon. Dan moet je wel minimaal een iPhone 8 erbij trekken. Of een van iPhone. Bro. Ja, ik ben ook een Samsung. Hè. Ik heb deze Note. Oh. Nieuwe. Maar ben je niet bang dat die in de fik schiet of zo? Nee man, ze hebben die batterij dus naar 3,2 mAh. Oké, Kevin, die zegt finale van seizoen 3 is een rematch tussen hem en Don Tata. Zie je dat gebeuren? Nee. Wauw. Finale zegt hij toch? Ja. Ja, en ik dan? Wat denk je nou? Ze denken niet aan jou. Paultje die zegt, jeez, wat vind jij van dat Ajax 504-1 heeft gebodybagged? Is het 4-1 geworden? Ja, ik mocht het niet zeggen de hele tijd, want jullie zitten in de Q&A. 4-1. Ja, nou, dit vind ik hem wel. Ja. Ja. Ik mag het wel zeggen, man. Je neemt wel weer minder, natuurlijk. Holy shit. Ik ga straks... Ike, wist het ik dan. Ben vlakbij, hè. Ik ga straks even langs de Kuip rijden. En ik wil achter die spelersbus van Ajax. Ik ga gewoon even naar een ander onderwerp gelijk. Kai vraagt, welke bodybag op Jason Bourne vind je beter? Die van Husse of die van Kaaskoets? Husse. Ja, waarom? Jason Bourne. Ja, man. Maar ik vond Jason daar ook wel gewoon dood. Jason was echt dood daar. En alsnog werd hij gebagd. Ja. Dus ja, dan niet. Is er iemand die je echt niet zou willen battelen? Ja, mensen die gewoon echt kut zijn. Die helemaal niks toevoegen. En die mij te graag willen battelen. Zoals een Darby. Darby zit altijd, wacht maar, ik ben gegroeid. Ja, dat krijg je als je je bordje leeg hebt. Maar je kan ook gewoon stoppen. Zoek een andere hobby. Ga modeltreintjes in je zolderkamertje lekker in elkaar knutselen. Dat zijn mensen waar je echt mooi. En dan komt hij me uitdagen, ja kom, we gaan wat inzetten. 100 euro. Dan denk ik, ga eens voor altijd schrijven. Ik kan ook wel een dag werken. Dan heb ik dubbelen. Dus wat de fuck moet je nou? Okay. Dus nee. Maar er zijn wel bepaalde MC's waarvan je zoiets zegt van, oké, jullie zijn mijn tijd gewoon niet waard. Ja, ik heb dan zoiets net als de laatste al 5000 van
Nee, maar ik vind sowieso dat geld niet voor mij niet de, de reden is om een battle te doen. Geld motiveert mij niet. Kijk, daar heb ik mijn baan voor, ik verdien gewoon voldoende. Ik kan mezelf van, nou, het gaat prima. Maar ik hoef niet te battelen nog eens voor zoveel geld. Ja, ja, ja. Puur, als je kijkt naar een paar fucking grote gasten in Amerika, Canada, die vragen dat bedrag, maar die kunnen 100 keer neerzetten wat ik kan. Dan durf ik daar niet eens in de buurt te komen. Ja, 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 ja. Nee, maar sommige gasten, kijk, ik hou van battelen. En dan denk ik op zo'n event dat ik tegen zo'n gast battle, kan ik beter tegen iemand. Ja, die waar ik wel gewoon inspireren. En het gekke is, ik battle ook het liefst gasten waar ik gewoon persoonlijk heel cool mee ben. Okay. Niet omdat ik bang ben van, oh, we gaan die band helemaal kapot maken. Maar dan heb je een soort wederzijds respect, waardoor je een fucking dope battle neerzet. Ik vind ook als iemand echt hard tegen me komt, zie ik dat ook echt als een compliment. Van wow, je hebt me echt hoog zitten dat ik dat in je naar boven haal. En dan, Maar zie je nou tegenovergestelde dan ook als neerbuigend? Stel dat iemand zich maar niet goed voorbereid tegen jou is en choked en dit en dan denk je van, vriend, wat denk je nou dat je, snap je? Ja, maar daarom wil ik ook, ik zou niet snel tegen een tardy of knie of, ja, flip. Ja, weet je, dat ik... Ja, of Jorn, want die is niet door. Oeh. Oké, Rick Witte zegt, als de 2 versus 2 toernooi komt, ga je dan met Frans of Insane team? Nee, ik heb al een teammate. Mag ik weten wie dat is? Don Tata. Ja? Ja. Je gaat teamen met Don Tata. Hoe is dat zo ontstaan? Dronken naar kwartfinale. En toen was het uit, zullen we teamen en toen was het juist goed. Ja, zoiets was het wel. Ja. Oké. En zeg maar, nu je nuchter bent en erop terugkijkt, ja, ik heb best wel spijt van. Nee. Komt wel goed. Ja, zeker. Oké. Dennis Broeken die vraagt: kijken jij en Frans wel eens half stronken naar Master Movies? Ik heb geen idee. Ken je dat niet? Nee, man. Dit is of een nep-account, want dat doen we juist altijd. Hey, Ari en Bastiaan, ken je dat niet? Master, nee. De Master Movies, zij gaan ze uit Kastrikum, die doen voice-overs. Oh, Harry Potter is Barry Potter. En dan lopen ze in die goud grijpen en dan zie je die kobold in. Die zijn niet verlept, die trillen. Oké, dus echt iets wat ik even moet checken. Dus. Ja, man. Master Movies. Ja, man. Okay. Dat krijg ik ook nog gewoon. Ari en Bastiaan, dan heb je ook die. Hey, Ari. Dan gaan ze op zoek naar een verloren dildo. Maar dat is dan... En dan zien ze zo de Eiffeltoren en zegt hij, hey, kijk, de big man! Wow. Dus dat is even... Vraag, wie gaat het 2 versus 2 toernooi winnen? Ik weet niet eens wie er meedoet, ik weet niet eens wanneer het is, ik weet helemaal niks. Wie gaat er winnen? Ik denk dat je met Don Tata getiend staat. Gewoon. Nou ja, ik sta erin, dus ik ga winnen, ja, sorry. Oké. Okay. Ja. Okay. Ja, en Don Tata, maar ik schrijf voor ons allebei dan. Ja, maar nu snitje dat je dus wel schrijft voor Don Tata. Nee, dan. Oké, okay, met Rico team hoor, dat is best als ik gewoon schrijf. Denk. Ja, als jij gewoon alles schrijft gewoon, en dan gewoon geef je een blaadje. Dus ik niet bij mezelf nog team, hoor. Anders zou ik het wel doen. Als je een tweelingbroer of zo. Ja. Waar zie je Punch-Out over 5 jaar? In Rotterdam. Bars. En plan D. Plan Z. Nee, hopelijk. 5 jaar, dan ben ik 31, hè? Nee, ik ben nu 30, hè? Pas op wat je moet gaan zeggen. Echt? Ik ben nu 30. Ja. Had ik je wel ouder geschat, man. Oké, van jou kan ik het hebben, man. Nee, waar zie ik het over 5 jaar? Ja. Als ik kijk naar hoe 5 jaar terug was, zoveel gebeurd. Ik heb echt geen idee. Ik denk andere locatie, betere camera's, andere MC's. En waarschijnlijk heb ik een 100 battles eindelijk. Shit. Rob de Haas die zegt, wie vind je dat het tegen QC moet opnemen van de huidige lichting? Wacht even hoor, zo heet mijn oude mentor. Rob de Haas, misschien is hij het wel. Rob de Haas. Zoals je de mentor van G. Tegen wie QC? Dus wie vind je dat het tegen QC moet opnemen van de huidige lichting en zou jij hem slijzen? Weet je waarom ik hem niet zou slijzen? Degene die tegen hem gaat, kan niet winnen.
Van QC? Omdat als er een comeback gemaakt wordt door een oude MC, zitten ze zo op z'n dik. Laat staan QC met zijn fanbase. Je gaat niet kunnen winnen. Ook al kom je beter. Ja. Dus je kan gewoon niet winnen dan. Zou je dan ook nooit tegen zo'n comeback MC gaan dan? Nee. Ik heb het wel eens gedaan, maar je merkt gewoon dat het publiek een soort van extra blij is dat iemand terug... voorliefde voor kijk naar Dani, kijk naar dat Snicky terug dan tegen mij. Het is altijd dat. Gewoon dat. Okay. Ik zou best tegen hem willen, of ik hem zou slijzen, geen idee. Maar dan na een paar battles, als de mensen weer wat aan hem gewend zijn. Als hij terug is gekomen, laat hem eerst wat dingen doen en dan wil je tegen hem om te kijken. Juist, en dat is wel... En dat is een eerlijkere meting. Ik wil tegen iedereen battelen, behalve August die een comeback maken, puur omdat... Je bent altijd in het nadeel, gewoon. Altijd. En dat vind ik gewoon. Maar jij was ook een keer. Nou ja, je was niet. Ik ben één event niet geweest. Je bent niet echt weg geweest. Dat is een soort van. Ja. Ja. Oké. Okay. Simon TG, beste Your In Cartoon. En wat voor werk doe je? Beste Your In Cartoon? Ja, ik. Overhead. Volgens mij, Your In was volgens mij Dragon Ball ook even op, toch? Dragon Ball Z. Wat is Your In eigenlijk? Ja, dat was SBS. Nee, RTL 5 was even. Oh, wat Veronica eerst was. Ja. Veronica, ja. Volgens mij was Dragon Ball. Maar wat is dat voor een rare vraag? Wel ook, Simon. Zo mag ik beginnen over Your In cartoons. En wat voor werk doe ik? Ik werk voor Vodafone Ziggo in de winkel. Oh, echt? Kan je mijn korting delen? Ik kom op fixen. En ik. You look me up. Jawel. En ik doe op klusbasis voor Universal of als producer wat. Oh, je produceert ook beats? Beats en gewoon echt in de studio opname. Okay. Kunnen wij van Jeeves zeg maar ook nieuwe music verwachten die niet gerelateerd aan Punch-Out is? Geen Jeeves. Nee. Vooral geen rap, geen hip-hop dingen. Okay. Wat wel? Je wil meer de beatmaker kant op misschien? Of, Doe nu wat klussen, dat is echt in de popmuziek. Oké. Okay. Ja, ik wil ook wel een beetje die funk vibe met oude, zeker een paar oude synthesizers staan en zo. Daar ben ik wel echt met een plaat bezig ook. Okay. Maar dat is niet met deadlines, het is gewoon lekker heerlijk, gewoon muziek maken. Maar ben je dan zelf vocaal aanwezig op de muziek die je maakt? Of ben je echt meer gewoon het produceren erachter? Ik heb wel wat tracks waar ik dat doe, maar in principe is het echt alleen maar produceren. Okay. En zijn er dan nog artiesten waarvan je denkt van zo voor jou zou ik heel graag nog iets een keer willen produceren ofzo? In Nederland niet echt eigenlijk. Okay. En daarbuiten? Als de persoonlijke klikker is, dat is het belangrijkste. Okay, dus je kijkt niet echt naar oké, deze artiest, maar gewoon van oké. Als zij elkaar voelen, bijvoorbeeld in de studio of zo, dan. Precies, ja. En dan gewoon zitten, gewoon chillen en dan voor je het weet zijn en dan een paar toffe nummers gemaakt, dat vind ik wel. Okay. Ik vind het wel heel apart, omdat je meestal wel van battle MC's natuurlijk hoort dat ze zelf ook gaan rappen of willen rappen. Of in ieder geval meer in die circuit zit. Hoe is het bij jou dan zo gekomen dat je toch meer voor de elektronische versie bent gegaan eigenlijk? Ondanks dat ik zou verwachten dat battle een goede promo is, heeft het me heel erg tegengewerkt als rapper. Je hebt een label. En je bent een battle rapper. Ze zien jou als battle MC. Als en daar kom je niet tot bijna niet... Vanaf, kijk, een lijpen is een uitzondering, die is van dit naar dat. Een kaaskoes bijvoorbeeld, gaat lekker, maar zit er heel erg aan vast. Ja. Dus het kan, maar daar is echt... Laten we zeggen, je hebt altijd een achterstand. Je moet twee keer zo hard werken. Dat is het een beetje. En ja, ik ben gewoon heel creatief. En wat het punt is een beetje, daarom... Ben ik ook heel erg tegen mensen die dat zeggen, oldschool hiphop. Het gaat fucking vervelen, man. Als jij zoveel jaar muziek maakt en je blijft op die 90 bpm sampletjes en de hele tijd dezelfde drums, op een gegeven moment verveel je. En als ik gewoon met sessiemuzikant, als ik met gasten zit met een gitaar, met een viool, je neemt dat op, je kan een hele song bouwen, je zit niet in een hokje vast, maar je kan gewoon lekker gewoon ongelimiteerd muziek gaan maken. Dat vind ik veel chiller dan... Echt in een hokje, in een genre gaan werken. Ja, ja. Er zijn ook heel veel mensen die bijvoorbeeld zeggen, nou, als PAG en Tupac bijvoorbeeld gewoon hadden doorgeleefd, dan zouden ze niet meer zo pakken zijn met hun muziek ofzo. Omdat het gewoon, ja, die onschuld. Ja, ik kan... Het is natuurlijk moeilijk om te zeggen wat iemand zou doen als hij niet overleeft. Ja, ik kan iets heel risky zeggen, maar ik vind Pac overrated as fuck.
Ja, ik heb dat vaker gehoord. Dus zijn beats zijn niet eens gesampled, hè? Zijn gewoon bestaande tracks waar hij iemand anders dezelfde hoek laat inzingen. Ja. Alleen de verses rapt hij. Ja, klopt. En dan denk ik van, ja, die kan goed schrijven. Dus ik ben een hele goede rapper, dan ben je echt een legend. Als persoon wel, als muzikant, in mijn ogen niet. Daar heb je gewoon veel meer voor nodig. Okay. De volgende vraag. Wat is de wackste bar die je ooit hebt gedropt? Wauw. Moet het in een battle zijn of... Wat je zelf vindt. Ja, maar mensen die mij in Frans kennen weten dat wij dat de hele dag door doen. Gewoon voor de grap ook. Maar als we dan kijken naar dingen die echt uit zijn gebracht. Dus bijvoorbeeld een battle of... Een dat je denkt van, nou zo, ik ging battelen tegen deze guy. En toen ik terugkeek naar die battle dacht ik echt van, what the fuck lul ik hier allemaal? Of zoiets. Of valt het reuze mee? Nou, mijn oude battles had ik echt wel veel. Kan je een voorbeeld geven? Ja, ik heb het echt een beetje verdrongen. Even denken. De waxte bar. Nee, tegen Geronimo had ik iets met dat hij rood haar had. Ja, jij rood kapje en ik met een grote boze wolf. Zoiets toen dacht ik allemaal, wow. Oké, en dan de andere kant op. Wat is volgens jou de beste bar die je hebt gedaan? Heb je heel veel bars getrokken natuurlijk. Ik denk, als ik een top 3 moet maken, die Driver gecrashed en gekrop, die genderneutraal geslacht worden tegen Fiction en Afrotros. Ja, ergens eronder. Nou ja, dat zijn nummer 4 en nummer 3, nummer 2 en 1. Ja, kan ik nog niet spoileren tegen Nick. Oh, die moeten nog komen, zeg maar. Oké. Mag ik zelf weer ook eentje tussen gooien? Ik vind jouw bar tegen die Lady Battle van Luigi. Die Parijse bloed op de... Oh ja. Ja, en die ster. Ja. Die Jodenster. Ja, die vond ik ook wel leuk. Daar had je ook een paar enge bars, man. Oké. Rick Wittels die vraagt, denk of hoop je dat er nog mensen van de oude lichting een comeback gaan maken? En ja, wie? Maak me niet zo druk om de mensen die ze terug hebben. Ik had het volgens mij in het vorige interview ook gezegd. Mensen zeggen altijd de old gen is beter, maar ik vind het helemaal niet beter. Je onthoudt de goede battles. Er waren 30 battles op een dag waarvan de 27 gewoon echt kut waren. Ja. En die vergeet je. Maar gaan we eens terugchecken in de playlist op het kanaal en kijken hoeveel fucking wacke battles er zijn. In de vorige Q&A werd dat dus ook gezegd van dat mensen heel erg met een nostalgisch gevoel terugkijken, maar dat het eigenlijk niet echt nog veel hoger niveau was. Nee, het publiek is ook meegegroeid. Mensen poppen meer met echt bars en echt kwaliteit, weet je. Hé, hey, wat jij! Deze vraag vind ik ook wel. Heb je favoriete schoenen aan? Wil je even props geven voor je. Show even je schoenen of ook in ja, deze. Dit zijn niet mijn favorieten, maar ik hou wel van deze. Ze zijn wel tight of zo, man. Ik heb 52 paar of zo. 52 paar schoenen. Wauw. Collegetje, maar nee, mijn favoriete zijn mijn Air Max Bar Amsterdam's. Ze zijn een beetje paars met een beetje blauw. Spannend. Nafin vraagt, vond je het grappig dat Don Tato €250 had verloren van Sato's? Ja, hij verloor van Sato's, dat vind ik grappig, man. Hoe doe je dat? Ja, je snapt niet hoe... Nafin is trouwens die ene die altijd zo hard aan het gillen is. Hij is heel actief in de Q&A. Wat vind je daarvan? Dat hebben we ook eigenlijk met iedereen over gehad. Wat vind je van die lach, zeg maar, door Anne Bertels 1? Ja. Had je daar problemen mee? Ja, ik heb met hem heel veel problemen. Hij, nee, ik weet nu dat hij nu zit te kijken achter zijn telefoon. Hij vroeg net ook waarom je hem in de nacht foto's stuurt. Ik stuur ook iedereen selfies als ik dronken wil. Oké. Ook echt fucked up selfies. Night selfies. Zal ik even eentje opzoeken? Ik wil wel een van jouw selfies. Mocht je trouwens zelf nog vragen hebben, stel ze vooral hieronder in de comments. Ja, dan zorg ik dat ze bij onze chief terecht. Hier, ik wil helemaal naar de tering. Ik stuur altijd dronken selfies naar iedereen. Maar dat heeft dus niks met hem te maken. Dat is gewoon een standaard chief thing. Als hij online is op dat moment, is hij pakken. Iedereen. Ik stuur ook in groepschats en ik sta er wel een beetje bekend om. Waarom ik het nu laat zien? Ik heb een vermoeden dat Nick het als angle gebruikt. Dus. Oké.
Een andere vraag. Wat vond je ervan dat Donta de Prelect aanraakte? Vind je dat dat kan, moet kunnen? Binnen GOB? Ja, ik weet dat zij sowieso een soort homoerotische spanning hebben tussen en dat het al een tijdje in de lucht ging. En wij zaten al zo, hè Mitch? Ook van tevoren van, ja, zij moeten tegen elkaar battelen, dacht ik, oh nee, dat wordt tongen. ze hielden het nog netjes. Nog netjes. Maar wat vind je in het algemeen van aanraken te zaakjes binnen? Er wordt natuurlijk vaak gepakt. Moet je dat aan mij vragen? Ja, waarom vraag ik zij aan jou? Ja, had bij de fitty battle of zo, zeg maar. Niet aanraken! Nee, maar weet je waarom ik boos ben? Hij deed echt met zijn vingers zo. Precies hier, dat is zo vervelend, man. Ja. Nee, maar op zich moet het gewoon kunnen, weet je. Alleen, ja, weet je, je gaat niet iemand duwen of irriteren als je gewoon even een hand op een schouder of zo, ja. Als het versterkt je performance, dan dat is het niet, zeg maar. Ik bedoel, ik heb eerst de keus gemotorboot. Ik hing met mijn gezicht tussen zijn borsten. Ik bedoel, tuurlijk moet het kunnen. Okay. Daar ben ik ook echt trots op. Ik vertelde ook aan mijn vriend van, in Purmerend zeggen mensen soms, hey, ja, ik ken Keus. Ik zei, ja, ik heb hem gemotorboot. Hij zei, echt, heb je, ja, ga die battle kijken. Dan... Okay, well, ik ben er wel echt trots op. De manier hoe jij die battle promoot gewoon, van, kijk naar mijn motorboot. Ja, hij zei tegen mij, oh, ik heb gewonnen. Ik zei, nee, we zijn allebei winnaars. Ik heb gewonnen. Oké, duidelijk. Ik wil het eigenlijk nog even met jou hebben over volgende week zondag. Dan is de halve finale event. Zijn er battles op de kaart waarvan je denkt van, zo, oeh, hier zitten kunnen we wel even naar uit te kijken of zo. Behalve dat jij eigenlijk battle natuurlijk. Kijk, Mitch Chariot. Vooral die. En in de niet-halve finale. Welke zijn er? Ik ben daar echt slecht in, man. Je hebt bijvoorbeeld Duenna Music tegen El Carbis. Ja, en ik ga daar huilen van. ik kijk daar wel echt naar uit, ja. Ja, ik heb nooit een geheim ervan gemaakt dat El Carbis niet echt mijn nabij is. Oh, mijne wel, man. Ja, je bent echt ik vind een El Carbis. En wat trekt jou zo aan, man? Hij is gewoon... die stem die je dan hebt gelijk. Oké. Okay. Daarnaast hebben we Mr. Satisfied tegen Chalaman. Ja, kijk, als die nu echt een keer gaat gebeuren, ja. Ja, we wachten al een tijd natuurlijk op die battle. Maar dat is echt kut. Als je tegen Chala battle is het kutste wat er is, omdat je pas gelooft dat die battle doorgaat als je hem op een event ziet. Bij mij was het ook nog de vraag, omdat hij zei van, ik moet nog een straf uitzitten, maar ik weet niet of hij voor of na die battle moet. En ik was ook in de stress en die is ook al een keer eerder niet doorgegaan. Dat kwam dan door mij in dat geval. Maar holy shit, dat is echt kut om tegen Chala te battelen. En het ergste is tegen Satisfied ook. Omdat dat ja, ik hij is ook een paar keer gaan nurseren natuurlijk. Ja, en dat ik tegen Satisfied moest battelen, belde Gino ook een week van tevoren. Ja, ik krijg hem niet te pakken en zijn vrienden zeggen dat hij in Suriname zit. Was ik gewoon even naar Suriname en een dag voor de battle komt hij terug. Dus, en tot die tijd is hij ook onbereikbaar. Dus ja, dat zijn allebei gasten. Ik weet niet of ze allebei daar zijn, zeg maar. Dus lastig. Maar heb je op zo'n event dan, wanneer je zelf moet battelen, nog het gevoel van, oh, ik wil andere battles graag zien? Of ben je dan echt heel erg gefocust op je eigen performance tegen Nick? Ik eigenlijk allebei niet. Ik check helemaal geen battles en ik ben ook eigenlijk totaal niet met mijn battle bezig. Ik ben lekker aan het rondlopen, met mensen aan het lullen, tequilaatjes shotten. Ik ben gewoon, ja, eigenlijk gewoon een beetje aan het chillen daar. Gewoon gezellig, iedereen weer zien en zo. Ik kijk heel veel battles niet. Iedereen zegt, oh, dat was ook dope, hè, dat die dat deed tegen hem. Oké, okay, niet meer hoor. Ik was aan de vodka. Oké, zondag is, volgende week zondag is dus jouw battle tegen Nick Veen. Waarom moeten mensen echt komen om die te zien? Nou, omdat ik er ben. Nee, het is halve finale, man. Dan wordt fire. Het wordt lit. Zoals men dat zegt. Het wordt lily lily. Ja. Oké. Okay. Ja, kan wel een heel verhaal met, oh, kom kijken. Maar dat wordt gewoon dood. Nou, als je gewoon mensen gedist wil zien worden, moet je gewoon aanwezig zijn. Ja, dat is wel de bedoeling. Basically. Bij de net bed. Oké. Nou, Jeeves, ik wil je bedanken voor je openhartigheid. Ik wil alle kijkers bedanken voor de leuke vragen die jullie allemaal hebben ingestuurd. Volgende week zondag dus, vanaf 1 uur, plan C, halve finale event met onder andere Chiefs tegen Nick Veenman. Wees erbij. Shoutout naar Jornse Heupen. Shoutout naar Navin. Jorn is niet door. Oh ja. Yeah. Oh ja. Yeah.